Kroon wordt verdacht van het voorhanden hebben en verstrekken van enkele stroomstootwapens en het meermalen voorhanden hebben van kleine hoeveelheden harddrugs voor eigen gebruik. Kroon runt een café in Den Bosch en heeft altijd tegengesproken dat hij betrokken is geweest bij handel in verdovende middelen. Uit onderzoek van het OM is handel in drugs niet bewezen, het bezitten van wel. Koningin Beatrix sloeg Kroon in mei vorig jaar tot ridder in de militaire Willemsorde. Een zeldzame eer voor Nederlandse militairen. Als Kroon meer dan een jaar gevangenisstraf krijgt, moet hij zijn onderscheiding inleveren. Dat lijkt onwaarschijnlijk omdat deze vergrijpen geen celstraf van een jaar opleveren. De zaak wordt 29 november behandeld door de militaire rechtbank in Arnhem.